En natuurlijk super blij dat ik het mooie project heb kunnen realiseren, waarin ik eigenlijk twee grote dromen, of twee dingen die ik heel belangrijk vind in mijn carrière, heb kunnen combineren. Eigenlijk echt wel een soort visitekaartje voor de Piccolo. Ik heb dat proberen te combineren met ook een visitekaartje te kunnen geven voor een aantal componisten. Het is een hele delicate opdracht, omdat Piccolo zich helemaal anders gedraagt als solistisch instrument dan bijvoorbeeld de viool of de cello of de piano, die dan meer klassieke solerende instrumenten zijn. Ik vind het super fijn dat het repertoire wordt verder ontwikkeld en vooral dat er zoveel goede virtuozen zijn als Peter Verhoeven op het instrument, die echt ook een ambassadeur zijn voor dat instrument en tonen dat er veel meer uit die Piccolo te halen is dan alleen de typische melodietjes en de finales van grote symfonieën. Dan komt G, which I will beat as a 2-4 bar, not a 1-4 bar. Piccolo has its own specialties, so it's many high notes and many trills and many virtuose effects. It's very important to Piccolo to write cantabile phrases too. So also Piccolo can sing very, very beautiful. Het concerto van Levente Giontjesi is een absolute topper geworden. Volksmuziek is zeker een element in dit concerto. Er wordt heel veel gedanst, maar er zijn ook heel lyrische passages. En zoals we van Levente Giontjesi konden verwachten, is het ook weer toch wel een huzarenstuk. Het is best wel heel virtuose muziek. Er zitten ritmisch hele interessante dingen in, het gaat vooruit. Mooie melodieën ook. Dus het is een heel mooi geheel en ik denk een mooie aanvulling op het toch wel kleine Piccolo repertoire. Dus dat is extra leuk. Ja. Ik vind het altijd heel fijn om met live componisten samen te werken. We hebben een Hongaars stuk gespeeld met heel veel folkloristische elementen. En het is nog een andere manier van werken als je ook van hem bepaalde dingen hoort voorgezongen en voorgesproken worden. Dus dat is een super fijne samenwerking. I use very much musical styles, musical genres. So the Hungarian folk music, also a little bit jazz, a little bit light music. The roots of this piece is also from Bartok, Bartokian style. Bij de voorbereiding heb ik geprobeerd om het stuk te leren alsof ik een stuk van Bartok of van Kodály of van een andere componist zou leren die taal eigenlijk gebruikt. Ik vind dat wel tof. Juist omdat het zo onalledaags is. Ik denk dat veel mensen de mogelijkheden van de Piccolo ook nog niet helemaal kennen. Dus het is wel goed eigenlijk dat dat ook eens onder onder de aandacht wordt gebracht. Dus ik kan me er helemaal in vinden. Uiteindelijk is het eigenlijk een mooie bijeenkomst geworden van gelijkgestemde zielen die allemaal vooral op een hoog niveau fijn samen willen musiceren.